Als je het wil horen, moet je wat dichterbij komen. Gisteravond. We hebben gisteren eigenlijk de hele dag in overleg gezeten. Heel veel schorsingen. We hebben de mensen zo goed mogelijk proberen op de hoogte te houden. En uiteindelijk hadden mensen besloten om 11 uur 's avonds om toch maar een steuntje in de rug te geven aan de onderhandelingsdelegatie. Waarvoor grote dank. De werkgever zegt toch, ja, vanwege die 20 minuten werkonderbreking praten wij niet verder. Ja, en ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de werkgevers onderling erg verdeeld waren. En dat zij zoiets al, ja, wij gaan de volgende problemen ook niet met elkaar oplossen. Gewoon een smoesje dus? Dat denk ik, ja. In de ledenvergadering zullen wij het eindbod bespreken. En daar zal ik... Je bent er eigenlijk helemaal niet blij mee. Nee, maar uiteindelijk gaat het erom wat de mensen ervan vinden. De sectorraad haven zal daar een donderdag een advies onder plakken. Maar ik kan me nou niet herinneren dat wij ooit eindboden van werkgevers, door werkgevers opgediend, dat we die hebben gegeten in de haven. Dus ik verwacht dat het afgewezen wordt. En dat betekent dus dat wij een ultimatum gaan versturen naar de werkgevers en naar het havenbedrijf. En dat er dan een periode gaat komen van acties.